Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben echt laat opgestaan, jongen. Ik heb alles heel erg snel gedaan. En ik heb nu een afspraak bij dermakliniek om mijn hele lichaam eigenlijk te lezen. Ik ga starten met mijn hele lichaam lezen. En ik vind het echt super spannend. Maar ik heb er ook wel weer zin in ofzo. Ik heb gewoon zin om deze zomer gewoon helemaal haarloos in te gaan, weet je wel. Dus ik heb nu zo'n pakje aan. Ik kan het nou niet zo goed zien, maar het is dus een rok en een trui. Dus dan kan ik alles zo makkelijk uit en aandoen. Yes, ik ben nu aangekomen bij dermakliniek en Mariam gaat me helemaal behandelen. Ik ga mijn hele lichaam doen. Ik heb er geen zin in. Ik ben echt wel als ik straks weer zit klaar ben. Maar Mariam is vandaag echt ziek en ze is gewoon voor mij gebleven. Zo, ik ben net klaar met laseren. En ik wil nog even mijn outfit laten zien. Dit is mijn outfit. Ik heb een jasje aan van de Mango. Dit is ook een setje van de Mango. En ik heb mijn nieuwe Zara schoenen aan. Een hoge knot. Ik zie er echt grappig uit vandaag. Deze oorbel is trouwens ook van de Mango. Het laser ging trouwens echt super goed. Ik heb vandaag ook mijn bikinilijn en alles gedaan. Ik heb eigenlijk mijn hele lichaam gedaan. Ik vond het echt heel erg spannend. Maar ja, het ging eigenlijk best wel goed. En het was eigenlijk ook wel weer snel voorbij. Ik heb mijn benen gedaan, mijn armen, mijn bikinilijn, heel dat stuk. Nog een paar stukjes. Ik heb mijn oksels gedaan. Eigenlijk gewoon letterlijk alles op mijn lichaam. En ze hadden alleen geen tijd meer voor mijn gezicht. Dus ik ga even nog een afspraak maken apart voor mijn gezicht. Want Mariam was ziek en toen kwam er een andere collega even helpen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu even snel lekker naar huis, want ik heb nog niet eens ontbeten. En ja, dan ga ik even kijken wat ik vanavond ga eten. Want ik ben natuurlijk bezig met gezond eten. Ik wil vandaag lekker zalm eten, denk ik. Zo, ik ben nu bij Honey en ik heb toch besloten om kip te eten. Ik heb een normale kip en Honey heeft een kip knoflook van koolmees en lekker sla en dopertjes erbij. Ik ben nu heerlijk thuis. Ik heb de verwarming gelijk aangedaan en de kerstverlichting aangedaan bij ons raam. En ik heb mijn katjes gevoerd. Dinar, is jouw dikke buik nu een beetje vol? Ja, hè? Lekker. En ik heb koolsla meegenomen voor Nessim. Die komt morgen eindelijk terug van de schrijverskamp. En hij vindt de koolsla van koolmees altijd super lekker. Dat is echt een aanrader. En als je dus het afhaalt, dus niet daar eet, krijg je dus zo'n grote bak. Zo'n grote bak krijg je dan voor €2,50. En dat is echt de beste koolsla ever gewoon. En ik zie hier ook nog dat ik een pakketje heb gemist. En ik heb een heel leuke brief van de belasting. Not. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik zie mijn batterij nu leeg is. Dus ik ga hem even opladen. Zo, ik zat lekker op de bank. Toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk toch niks aan het doen. Waarom ga ik gewoon niet even een gezichtsmasker smeren vandaag? Ik had vandaag dus geen foundation op. En ik kreeg echt best wel veel complimenten over mijn huid. Mijn huid er echt heel goed uitzag zonder foundation. En dat is dus dankzij de Dermapen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Het heeft geholpen. Maar ik ga nu starten. Oh, ik heb nog niet laten zien welke masker ik ga gebruiken. Ik ga het oogmasker gebruiken van Sephora. En dit is de komkommer oogmasker. Het is een van mijn favoriete maskertjes. Ja, maar Dinar, dit gaat niet werken. Kom op achtergrond dan. Dan hoor ik er wel een beetje bij. Want je wilt zoveel aandacht. Het is een van mijn favoriete maskers van Sephora. De oogmaskers. En het is echt ideaal als je dus een droge huid hebt onder je ogen. Want ik heb op zich een vettig huid. Maar onder mijn ogen is het echt heel erg droog. En ik denk dat het dus komt doordat ik heel vaak afpoeder onder mijn ogen. En ik was laatst dus met een vriendin bij Laura Mercier, bij Bijenkorf. En toen zei die vrouw die daar werkt, dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat je de setting powder... Doe ik nou iets verkeerd? Ja, is dat nog aan. Dat de setting powder dus dagelijks gebruikt wordt onder je ogen. Want dan krijg je echt een super droge huid van. Terwijl de make-up artiesten van nu dus allemaal Laura Mercier gebruiken om je... Ja, om onder je ogen te beken eigenlijk. Maar daar is hij eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Hij is ervoor gemaakt om gewoon een beetje over je hele gezicht te smeren. Maar goed, dat tezijde. Ik dacht terwijl ik dit aan het doen ben. Echt eng ligt dit. Ga ik gewoon een paar stellingen beantwoorden. Want ik keek net op de
Instagram-pagina van Linda Meijden. En daar hebben ze elke keer stellingen. Dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen. Ik ga nu trouwens zo dit maskertje opdoen van Mia Beauty, de face mask. En ondertussen ga ik allemaal stellingen beantwoorden. Oké, de eerste stelling. 23 is een prima leeftijd om aan kinderen te beginnen. En jullie mogen het ook allemaal in de comments natuurlijk beantwoorden. Even kijken. Oh, ik heb de verkeerde, jongens. Het is de zwarte. Ik wil die kleimasker. Nee, dat is niet te agressief voor mij, want ik heb laatst een dermapen gedaan. Moment. Ik kan die andere masker even niet vinden, maar ja, dan hou ik het gewoon even hierbij. Maar de stelling is dus 23 is een prima leeftijd om aan kinderen te beginnen. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind persoonlijk dat het echt een prima leeftijd is om aan kinderen te beginnen. Het is ook heel erg persoonlijk natuurlijk van, ja, wanneer je aan kinderen wil beginnen. De ene wil al op zijn 18e een kind, de andere pas op zijn 40ste. 40 vind ik wel een beetje laat, maar goed. Ieder zijn eigen ding natuurlijk. Maar als ik kijk naar mezelf, ik was op mijn 23ste getrouwd. Op dat moment dacht ik echt niet aan kinderen. Ik was net afgestudeerd, net getrouwd. We hadden nog helemaal niks voor elkaar. En ik had nog nooit echt gereisd. Ik was 2 keer op vakantie geweest met mijn ouders, maar ik had nog nooit gereisd. Ik mocht heel veel dingen vanuit huis ook helemaal niet doen. Dus alles was voor mij nieuw. Dus nee, ik zag mezelf dan niet gelijk een kind krijgen. Dus ik vind het een prima leeftijd, maar persoonlijk voor mij niet. Oké, de volgende stelling. Al mijn geld gaat op aan eten, ja. Nou, dat is geen eens een stelling, het is gewoon waar. Even kijken. Even aan een goed doel is belangrijk. Ja, zeker. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Trouwens daarover. Ik heb mij dus opgegeven voor Lock Me Up Free a Girl. En die zocht dus nog vrijwilligers die zich dus 12 uur wilden opsluiten. Om meisjes die gevangen zitten in de illegale prostitutie te bevrijden. En ik had me daarvoor opgegeven en ik dacht, ja, ik ga geld inzamelen, dit en dat. Ik vind het gewoon zelf heel erg belangrijk. En toen had ik er dus niet over nagedacht dat ik dus echt 12 in zo'n hok moet zitten. En ik gewoon mega claustrofobisch ben. Dus ja, ben jij niet claustrofobisch, geef je dan snel op. Het heet Lock Me Up Free a Girl. Oké, de volgende stelling. Liever spenden dan sparen. Nou, de mensen die mij kennen, die weten echt dat ik echt heel goed kan sparen. Eigenlijk kapot gierig ben als het gaat om mijn uitgaven. Niet met mijn vriendinnen of zo, maar met mijn uitgaven. Dus nee, voor mij is het liever sparen dan spenden. Ik hou niet van spenden en dan 0 euro op je spaarrekening hebben. Dat is echt niks voor mij. Ik slaap 's nachts met mijn raam open. Nee. Een naaktfoto versturen moet gewoon kunnen. Nou, je man vind ik wel. Als ik een naaktfoto naar Nessim zou sturen, wat ik overigens niet doe, zou het best wel kunnen eigenlijk. Ja, waarom niet? Maar ik zou niet naar random iemand sturen waar ik net een dag of 2 mee deed. Nee, ik stuur het sowieso niet. Borsten kunnen makkelijk zonder BH. Alleen als je echt kleine borsten hebt. Ik zou nooit zonder BH kunnen. Ik vind dat, ja, dat ziet er echt niet uit bij mij. Borstvoeding geven in het openbaar is normaal. Ja, is normaal als je je bedekt. Want ja, ik hoef dat allemaal niet te zien. Ik zon topless op het strand. Nee. Het zijn trouwens niet allemaal stellingen, heb ik gemerkt. mijn vriend mag een beste vriendin hebben. Nee. No. Nee. Ik hou er sowieso niet van als mannen te goed bevriend zijn met vrouwen. En ik hou er sowieso niet van als ze bevriend zijn met vrouwen. Oké, een paar uitzonderingen natuurlijk. Collega's en bla bla bla. Maar nee. Nee, ik hou daar niet van. Ik hou daar niet van. Ik ben een schorpioen, jongens. Ik ben kapot jaloers. Ik hoef... Mijn man hoeft geen beste vriendin te hebben. Je mag stiekem in de telefoon van je vriend kijken. Nou, stiekem. Je mag gewoon in de telefoon van je vriend kijken. Waarom niet?
Ja. Doe aan Temptation Island is vragen om ellende. Ja, 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 zeker. Ik weet niet of mensen dat weten, maar wij zijn, ik en Nessie, we zijn gevraagd voor Temptation Island VIPs. Bij vorig seizoen, zeg maar. En toen hebben we het afgewezen, want daar komt echt inderdaad ellende van. Want wat verwacht je als je, zeg maar, aan zo'n programma meedoet? Dus je dumpt je man op een eiland. En vervolgens, ja, gaan dus allemaal vrouwen hem uitlokken om eigenlijk vreemd te gaan. Met hun naar bed te gaan of hun billen aan te raken, weet ik veel. En ja, daar hou je je dus zo 2 weken mee bezig. Vind ik raar. Vind ik echt een heel raar concept. Heel veel mensen zeggen van ja, maar ja, we gaan helemaal onze relatie testen. Alsof in real life dat je man dan op een onbewoond eiland zit ergens met allemaal vrouwen om zich heen. Die hem allemaal aan het verleiden zijn en zo. Het komt allemaal niet voor wat er daar gebeurt. Wat er daar gebeurt is eigenlijk gewoon niet normaal. Dit is wel grappig wat ik nu opeens lees. Het gaat echt bijna van af. Ik heb er 1 keer aan gezeten en nu is hij er bijna af. 1 op de 3 Nederlanders doet aan regiften. Oftewel geeft ongewenste cadeaus door aan anderen. Geef toe in de comments als jij het ooit hebt gedaan. Ik ga helemaal stuk. We hebben het allemaal wel eens gedaan. Daarom zeg ik altijd, als je een cadeautje geeft, wees dan 100% zeker dat diegene het, zeg maar, ook echt wil. Weet je wel? Koop niet iets om het te kopen, weet je wel? Dat vind ik altijd zo jammer als er nooit over is nagedacht. Want met cadeaus en zo denk ik daar altijd wel over na. En ja, ik ga ook altijd op Instagram kijken of op Facebook van wat vindt diegene leuk, welke kleuren vindt die leuk, wat draagt die, weet je wel. Ik denk daar wel echt over na. That one friend that can find out anything about a person in under an hour. That's me. That's me. Al mijn vriendinnen weten dit. Ik ben FBI gewoon. Met alles. Met alles. Nou, ik ga even mijn masker afdoen. Als ik er paars uitzie of rood of oranje, dan komt dat door de tv. En ik ga nu mijn gezicht wassen. Zo, ik heb net mijn gezicht gewassen. En ik heb echt nog heel veel honger. Ik heb echt zo goed gegeten vandaag. Het enige eigenlijk wat ik vandaag heb gegeten en gedronken is koffie, water. Halve gegrilde kip. Zonder saus of wat dan ook erop. En een salade. En dat was heerlijk. Ik heb daarna nog een beetje druiven gegeten. Maar ik heb nu heel erg honger. Dus ik ga nu even een salade maken met bonen. Ik heb gewoon zin in bonen. Dus dat ga ik nu maken. En dan laat ik jullie zo even zien hoe het eruit ziet. Het zal niet heel erg bijzonder zijn. Want normaal gesproken doe ik in mijn salade met bonen altijd peterselie. Maar dat heb ik dus nu niet. Dus het wordt gewoon een heel saaie salade. Maar ik heb daar gewoon zin in. Ik ga nu een salade maken met reuzenbonen. En ik gebruik altijd het merk Bonduelle. Want ik vind de blikgroente altijd het beste van dit merk eigenlijk. Ja. Dit is eigenlijk het enige wat ik erin ga doen. Normaal gesproken doe ik er dus peterselie bij. Maar die heb ik niet meer. Dus het wordt een heel simpele salade. Kijk, in deze blikjes er is ook niet zoveel, ja, van dat sap erin. Wat ik altijd heel erg vies vind. Dat vind ik altijd wel fijn. Dit is mijn salade. Ik vind het best wel goed uitzien. Ik heb er olijfolie bij gedaan. Citroen, zout, peper. That's it. Ik wil niks vandaag. En alles.